goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en ik kom net uit de douche. Ik ben even nu mijn haren aan het kammen. En dan moet ik me even snel klaarmaken. Want ik krijg zo op bezoek. Ik heb er even straks er wat meer over. Ik ga nu even snel mijn haren doen. Ik heb mijn haar een beetje half gevuld, maar ik krijg echt kapot veel dorst. Dus ik ga even water pakken. Zo, even nu weer snel verder met mijn make-up. Het is vandaag dus dinsdag. En Nessie is nu op schrijverskamp tot donderdag. Dus ik ben nog even alleen. Oh ja, ik had het net erover dat ik bezoek kreeg. DJ Mimi komt straks bij mij. We gaan samen een video opnemen voor mijn kanaal. En ik heb er echt heel veel zin in. Wij volgen elkaar al best wel lang op Instagram en zo. Maar ik heb haar dus laatst ontmoet bij Dermakliniek. Toen ik daar een periode dus werkte, had ik haar uitgenodigd. Om te komen bij Dermakliniek. En toen klikte het eigenlijk gelijk. En vanuit daar hadden wij eigenlijk ja, veel meer contact. Ook op WhatsApp en zo. En ja. Dus het leek mij gewoon leuk om een video met haar op te nemen. Dus ik had haar uiteindelijk gevraagd voor een video. En zij vond het ook echt heel erg leuk. Dus ja, dat is wat er gaat gebeuren vandaag. En we hebben echt een hele leuke challenge die we gaan doen. Maar dat zien jullie vanzelf op mijn kanaal. Mijn vlog is trouwens net online gekomen. En ik zag een comment van iemand van dat mijn make-up dus de laatste tijd veel beter zit. En of ik nieuwe producten gebruik. Ja, ik gebruik dus best wel veel nieuwe producten. En als jullie een get ready with me of zo willen. Dan laat maar weten even hieronder. Dan ga ik het even snel voor je opnemen. Want ik heb inderdaad best wel veel nieuwe make-up producten besteld. De laatste tijd die ik nu eigenlijk gebruik. Dus ja, lijkt me leuk. Let me know. Oké, ik ben dus klaar met mijn haar en make-up. En ik wil eigenlijk het jurkje aandoen. Ik had hem online eens besteld. Maar deze zit echt zo lelijk en zo kort. Hij heeft zo'n opening. En als je dus je benen open doet, dan zie je gewoon letterlijk alles. Ook al heb je er een legging onder, het ziet er niet uit. Echt heel erg jammer. Dus nu denk ik niet doen. Nu ga ik denk ik gewoon het pakje aan dat ik laatst ook aan had van de Zara. Want die is ook heel erg fijn. En het heeft ongeveer dezelfde print. Ik heb mijn haren gedaan en mijn make-up. En ik heb gewoon weer mijn pakje aangedaan van laatst. Want die is gewoon fijn. En ik weet tenminste dat hij goed zit. Eigenlijk best wel aan de vroege kant. En ik wil eigenlijk voordat ze kwam nog naar de Albertijn toe om even snacks te halen. En drinken en zo. Want ik en Nessie hebben eigenlijk alleen maar gezonde boodschappen gedaan. Ik wil voor haar nog even donuts halen en drinken en zo. Anders schaam ik me als ik zo niks thuis heb. Maar ik heb het dus niet gered, want het is best wel vroeg. Misschien even zo even samen gaan. Ik heb trouwens even mijn nieuwe oorbellen ingedaan van Mango. En ik vind deze echt super leuk. En mijn ringetjes die ik laatst nog had gehaald. We inmiddels met... Oh. Hi! Kijk wie ik ben! Kijk hoe cute zij eruit ziet! Een beetje op elkaar, toch? Ja! Curly hair, dezelfde naam. Ja, we hebben gewoon dezelfde naam. We hebben heel veel leuk, hè? We hebben heel veel dingen gemeen. Ja. En echt heel schattig. Ze heeft chocola voor me meegenomen. Ja, moet wel toch? Echt. Ook al ben je op dieet. Ja, ik ga het niet eten, maar echt. We waren voor een weekend. Dus ja. Allebei lekker aan de thee. Gewoon lekker gezond. En er zit ook geen suiker. Ja, we zijn allebei op dieet. Ja, yes. Allebei. Kijk, die nou hier opeens braaf liggen. Dit is trouwens de tas van Miriam. En zij heeft dus zo'n bolletje eraan. En Dina ging de hele tijd mee spelen. Kijk, ze ziet hem nu weer. We hadden hem net verstopt voor haar. Maar dat vindt ze helemaal interessant. Ja, je ruikt ook een beetje een andere katje, hè? Van Mimi, die ruik jij, hè? Oké, jongens, wij zijn net klaar met opnemen. Ja, we hebben echt honger. Ja, we hebben nu echt trek. Dus wij gaan... trek is eigenlijk een beter woord. Ja, ik zei vroeger ook altijd honger. Goed. En toen kreeg ik er dus comments over. En toen dacht ik, ik heb trek vanaf nu. Ik ga voortaan ook gewoon zeggen... Ik heb trek. En we hebben ook een beetje... We zijn vandaag wel een beetje op elkaar ingespeeld. Ik heb het niet eens gezien. Ja, allebei een zwarte bot. Even foto's staan. Ja, gaan we doen. Oh ja, nu dan nog goede belichting. Voor de thumbnail. Oh, kan je dat zo doen? Maar wij gaan nu dus eten. En we zijn allebei op dieet. En we gaan wat heel gezond eten. Jij kent het hier. Oké, wij zijn nu in het centrum. Omgevingscentrum. Ik zweer het onze haren. Dat is echt, het is een beetje too much. Ja, wij vallen samen wel heel erg op, moet ik zeggen. Ja, mensen kijken echt van what the fuck. Ja, ook allebei een beetje een soort van dezelfde jas aan. Ja. Maar wij gaan dus even lekker eten bij Amara Coffee. Ik ben benieuwd. We hebben net echt een paar boomerangs gemaakt samen.
kijk, ik heb ook een cappuccino eigenlijk besteld. Niet eens een cappuccino. En ik heb deze gewoon. Ik weet niet eens hoe je het schrijft. Amada. Nee, cappuccino. Oh, echt? Ik zet maar op. En ik heb dus van de zaak gewoon een cappuccino gekregen. How cute is this? Heel schattig. We hebben dus koffie gedronken bij Amara Koffie, maar ze hebben daar niet echt warm in. Het is meer een lunchplek. Dus we hebben besloten om even te gaan eten bij Bazaar. Ja, gezellig. Echt een gezellige sfeer. Ik zie echt dat ik mijn wimper echt kapot verkeerd heb geplakt. Ja, ik heb het gewoon geplakt vanochtend. Nee, het ziet eruit alsof je gewoon lippen. Ja, maar het is wel heel scheef geplakt, hè? Nee. Oh, zie je dat niet zo goed? Op beeld zie je het echt heel erg. Ja, misschien omdat jij weet hoe het eruit zou moeten zien. Maar ik, nee hoor. Ja. En we gaan lekker iets gezonds bestellen. Ja, maar alleen we zitten even te kijken wat we kunnen drinken. Want ja, drinken is moeilijk vind ik altijd. Ja, we kunnen green ice. Ja, ze hebben green ice tea. Oké. Okay. Dat kunnen we nemen. Nou jongens, ik heb het echt heel gezond gehouden. Ik ga niet zoveel rijst eten. Ik heb garnalen besteld met groenten. En we hebben een paar volgerechtjes, maar daar ga ik ook heel weinig eten. Ik ga vooral hummus eten. Nee, mag ook niet bij mij eten. En Mimi, wat heb je ook alweer? Ik heb kip. Ik heb wel aardappelen, dat is eigenlijk niet gezond. Ja? Maar ik dacht, ja, als het zo weinig is, dan prima voor één keer. Ja, maar het ziet er echt goed uit. Ja, eet smakelijk, babe. Eet smakelijk. Nou, jongens, ik heb niet gelogen. Ik heb de rijst niet gegeten. We hebben allebei die lumpia's niet gegeten. Oh ja. En ik heb een beetje gesnackt. Wel zonde. Ja, met hummus. En hoe heet deze ook alweer? Zalouk. Ja, het is Marokkaans. Ja, het is Marokkaanse salade met groenten. Dat is echt lekker. Ja. Deze heb je ook niet gegeten. Ja. Zo, ik zat net nog in mijn reservetank. Dus ik moest even heel snel tanken. En ik ben gewoon nog steeds met Mimi. We zijn gewoon nog steeds samen. Dat echt, betekent dat we elkaar gewoon niet vervelen. Nee, we zijn nog steeds samen. Gewoon de hele dag en zijn we samen. En we raken ook echt niet uitgepraat. Nee. Echt heel sick. Je mag ook blijven slapen vandaag bij mij, hè? Zo lief! Oh my god. Weg. Ja, dat klopt. Ja, nee, ik moet morgen wel vroeg op, helaas. Maar dan ga ik echt volgende keer gaan we een pyjama party doen. Dat is leuk. Is leuk. Ik kom door de week en dan ga ik, inderdaad, als je gewoon een keer alleen bent. Ja. Kom ik jou gewoon gezelschap houden als Nessie er niet is. Anders kom ik naar Eindhoven. Ja, of jij komt gewoon bij mij. Ook als het mag van Nessie. Tuurlijk mag dat wel. Nou, let's go jongens. Ik ga jullie weer even naar huis rijden. Echt een goede hoek dit, hè? Ja, en dit is echt een slechte engel. En ik zie er ook niet meer uit. Nee. Maar dat maakt niet uit. Lijkt alleen maar door de lichten. En meestal in de avond word je echt lelijker. Ja, klopt. Ja, op camera. Je wordt echt lelijker op camera. Yeah. Klopt. En ook make-up is een beetje... Ach, whatever. Shrek. Nou jongens, tot straks. Doei. Nadat we hebben gegeten, zijn we hier nog even gaan chillen op de bank. Dat was echt super gezellig. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. We hebben eigenlijk de hele dag gewoon met elkaar gezeten hier. En Nessie moest er natuurlijk niet. Dus het is echt heel erg leuk dat iemand dan bij mij is. Ja, echt heel erg leuk. Zo, excuses voor mijn lelijke wimpers vandaag. Ik heb ze echt heel erg lelijk geplakt. Zodat jullie daar de hele dag naar moeten kijken. Ik ga stuk. Maar wat ik jullie nog meer wou zien, want ik ben nu alleen. Straks komt Honey trouwens hier en dan gaat ze bij mij slapen. Ook leuk. Ik wil iets laten zien. Ja, want ik heb mijn tweede bestelling binnen van Black Friday. En dat wil ik even aan jullie showen. Ik heb namelijk een pakketje gekregen van Douglas. En nu weet ik dat ik... niet heel erg interessante dingen bij Douglas heb besteld. Maar het is alsnog leuk. Want de bestellingen van Black Friday zijn gewoon super gevraagd. Oh, ik ga stuk. Marie is zo langzaam met auto rijden. Ik zie haar nu gewoon haar auto starten. Ik ga stuk maar. Woehoe! En Dina laat even de lamp bij de microfoon vallen. In ieder geval. Zoals ik jullie dus de laatste tijd heb verteld, heb ik een beetje irritatie aan mijn ogen door de plakwimpers. Nee, niet door de plakwimpers. Ik heb irritaties aan mijn ogen door de lijm die ik gebruik voor mijn wimpers. En ik gebruik dus momenteel... Sorry, maar ik ga het echt eraf doen. Het is zo lelijk. Ik gebruik dus momenteel de lijm van Queen Tarzi. En die is eigenlijk heel erg goed, maar ik heb dus heel gevoelige ogen. En die reageren daar gewoon niet zo heel goed op. En ik heb ook de normale duo lijm geprobeerd. En die werkt eigenlijk ook gewoon net zo slecht bij mij. Dus ik heb... Even kijken, is alles eraf? Ja. Oh, dat ziet zo grappig uit. Kijk. Zo zie ik eruit zonder net wimpers. Heel anders. Maar ik heb dus deze lijm gekocht. Ook van Duo. En ik zie die echt letterlijk bij niemand bijna. Want dit is dus een lijm voor de gevoelige ogen. Ik wist niet eens dat die bestond. Maar blijkbaar wel.
En ik heb echt nog een heel leuk product gekocht. Ga eens weg. Want ik had laatst ook in mijn vlog van dat ik zelftrainingsproducten gebruik. Maar dat ze best wel stinken. En toen had ik dus een comment gekregen. Want ja, ik lees echt jullie comments en ik doe er echt wel mee. Ja, dan moet je dus Bondi Sense aanschaffen. En dat is deze. Want ik heb even opgezocht wat het meest verkochte product is van Bondi Sense. En dat is deze self-tanning foam in de kleur dark. Dus die heb ik besteld. En dit blijkt dus een product te zijn. Die niet een, ja, zo'n vieze geur afgeeft. Alsof je net naar de zonnebank bent geweest. Kijk hoe schattig. Dit heb ik dus van Mimi gekregen. Hoe cute. Ze komt voor de eerste keer bij mij. En dan kwam ze dus gelijk met zoetigheid. Echt. Cute is zij. We hebben hier een stoute dier. Hier was stout, hè? En hier nog een stoute dier die vandaag helemaal niet met mij wil knuffelen. Zien jullie dat? Mira. Ik ben dus net gewoon naar de tankstation gereden om een aansteker te kopen. Want ik moet mijn kaarsen aan kunnen steken. Mijn aansteker dit niet meer. En met dit weer nu moet ik gewoon kaarsen aan hebben. Zo, ik zie er echt moe uit opeens. Ik heb dus een tijdje geleden deze kaars gekregen. Schoonzus. En deze ruikt echt zo lekker. En dit is echt een heel dure kaars. En zij werkte toen bij de winkel Le Labo. En daar verkochten ze deze kaars. En daar ben ik heel blij mee. Die heb ik gisteren dus voor het eerst aangestoken. Die wou ik net aansteken. Maar het kon niet om me aansteken. Dit niet. Dus ik heb een aansteker gekocht. Zo. Ik zit inmiddels lekker op de bank met een dekentje. Ik denk er eigenlijk helemaal niet vanaf, maar ik moet zo echt even opstaan. Want ik moet mezelf eens ontharen. Dan denk je van, waarom ontharen? Want je bent aan het laseren. Ik moet af en toe nog wel even scheren. En ik heb dus mijn benen laten laseren, mijn arm laten laseren, mijn oksels laten laseren en mijn gezicht. Nou ja, waar ik dus haar had, bovenlip, bakkenbaarden, weet je wel. Heb ik laten laseren en nu, ik ben zo'n 6-7 keer geweest. Ik heb letterlijk op één hand, nou ja, op één hand zo overdreven. Ik denk och, op twee handen te tellen. Ik heb letterlijk op mijn benen bijna geen haar meer. Echt, ik heb net even naar mijn benen gekeken en die heb ik echt weken niet geschoren. Zo, wel echt witte benen. Ik heb gewoon bijna geen haar meer. Ik heb zeg maar op de voorkant van mijn benen echt een paar haartjes. Dus ik ben er heel erg blij mee, want ik ben gewoon een Arabische vrouw en ik heb gewoon a lot of hair. Op mijn armen heb ik bijna geen haar. Nee, ik heb echt, kijk, ik heb ook weken niet geschoren. Ik heb op mijn armen gewoon geen haar meer. Ook echt een paar, maar die laat ik ook nog laseren. En op mijn oksels, onder mijn oksels heb ik echt totaal geen haar meer. En elke keer als ik zeg maar terug ga om te laseren, laat ik gewoon mijn oksels erbij doen. Want ik denk van ja, ik ben hier toch. Gewoon laseren. Maar ik heb echt totaal geen okselhaar meer. En op mijn gezicht is eigenlijk het gebied waar het minste werkt bij mij. Mijn bakkenbaren, kijk. Zien er wel echt perfect uit. Hoef ik niks meer aan te doen. En dat heb ik eigenlijk maandenlang zo. En dat heeft ook echt super goed gewerkt. Mijn bovenlip, heel weinig resultaten, moet ik wel eerlijk toegeven. En ik mag van Sarah gewoon eerlijk zijn over de resultaten. Echt, resultaten zijn top. Alleen gezicht bij een vrouw is gewoon moeilijk. Vooral bovenlip moet je echt blijven doen eigenlijk. Maar ja, het is ook heel erg goedkoop om een bovenlip enkel te doen. Maar mijn bakkenbaren, echt, echt, echt super resultaat. En ik heb tegen Sarah gezegd, ik wil starten met mijn benen, mijn armen, mijn oksels en mijn gezicht. Als dat goed werkt, ga ik over naar mijn privé delen. En dat vind ik echt zo spannend. Want ik ga dus morgen mijn bikinilijn en zo doen. En ik vind het echt zo spannend. Ik weet dat sommige vrouwen denken van ja, schijt. Het is gewoon een goed doel en zo. Maar ik vind het gewoon echt super spannend om daar gewoon zo te liggen. Dus ik ben echt benieuwd. Maar ik moet me daar dus zo ontharen. Lekkere details, jongens. Maar ja. Maar ik ben echt blij dat ik daarmee ga beginnen. Want ik heb tegen Sarah gezegd, als het op de rest van mijn lichaam werkt en ik weet 100% dat het werkt, dan wil ik het daar pas doen. Want ik wou niet daaraan beginnen en dat het daarna geen resultaat was. Dus daar ga ik mee starten. Ik ben er heel erg blij mee, want ik heb een heel gevoelige huid en eigenlijk moet ik sowieso niet ontharen. Dus laser is voor mij echt een super goed
ja, middel om van mijn haren af te komen. Ik ben gewoon best wel behaard. Ik heb donkere haren overal. En als ik scheer, komt het gewoon 10 keer dikker terug. Dus daarvoor moet ik mezelf ontharen. Spannend. Ik heb morgen dus een afspraak bij Dermakliniek daarvoor. Is mijn eerste keer. Ga ik natuurlijk allemaal filmen voor jullie. Natuurlijk niet met mijn lichaam, maar mijn ervaring. Oh, trouwens. Ik heb die bruiningscreme gebruikt die ik vandaag heb binnengekregen. Zien jullie het verschil? Mij, als ik heel eerlijk moet zijn, komt Honey niet meer. Ik heb haar een uur geleden nog gebeld. En we hadden nog een gesprek en we zat gewoon lekker op de bank. En het is best wel laat. Het is nu al 22:30. Ik denk niet meer dat ze komt, want ze heeft geen auto en ze moet dan met de OV komen. Dus ik reken daar even niet meer op. Maar wat ik nu ga doen, is mijn pyjama aandoen. Nee. Ik ga me ontharen. Douchen. Mijn pyjama en badjas aan. En dan ga ik gewoon hier de hele nacht, hele avond liggen. En ik ga op tijd naar bed. Want het helpt natuurlijk ook bij de gezonde lifestyle om af te vallen. Je moet op tijd naar bed. Dus dat ga ik ook doen. En dan is het morgen alweer. Dus ik denk dat ik bij deze, ik heb eigenlijk ook niet meer zoveel te melden. Behalve mijn katjes. Die liggen hier zo lekker naast mij. Waar is die ander dan? Oh, Lira! 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 Zij negeert me altijd dood. Echt, daarom zie je alleen maar Dina. Want Dina komt echt naar me toe en zoekt altijd aandacht bij mij. Maar Lira heeft gewoon een dikke scheid aan mij gekregen. Ja, ik denk dat ik bij deze ook de vlog afsluit. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. Duimpjes omhoog graag. Leuke reacties hieronder. En ja, ik zie jullie dan bij de volgende vlog. Waarin ik mijn poen laat laseren. Oh. Oké. Doeg!